Oké, okay. gentleman here with the glasses. Uh, behind, second row. Ronald, wat overheerst bij jou de teleurstelling over de afgekeurde goal of de, toch het punt? Nou, niet de teleurstelling over een punt. Ik denk dat we, gezien de hele wedstrijd, dat we bij momenten... Niet goed zijn geweest. Dat we toch, uh, toch bij momenten ook weer balverlies leiden waar je, waar je dat niet moet doen. Ik vond dat bij momenten niet goed. Ik vond ook dat we het druk zetten in de eerste helft met Xavi niet altijd goed deden. Die uitstapte te snel. Dan ontstaan de ruimtes tussen de linies. En dat hebben we de tweede helft beter gedaan. Ik denk dat Frankrijk grotendeels de, de betere kansen hebben gehad, zijn er niet heel veel geweest. Wij maken natuurlijk in mijn mening uh, een zuivere kool, maar dat is mijn mening. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat het een, uh, een resultaat is die terecht is, waar wij mee kunnen leven, maar ook toch wel momenten gehad waarin het niet altijd goed was. En dat zou best kunnen liggen aan de tegenstander. Hè? Want je speelt tegen Frankrijk. Maar dat, dat, dat vond ik wel. Ronald, goedenavond. Noa Fale, SBS. Ja. Uh, hoe heb je gekeken naar de wedstrijd van Memphis? Nou, voorin hadden we het allemaal. Uh, vond ik uh, vrij moeilijk. Vond ook dat we af en toe... Uh, als we aanvallend waren... Eigenlijk ook niet altijd geduld hadden om de juiste keuze te maken. Dus dat was het onderdeel van, uh, van de aanval. Bonsoir coach, c'est Lassana Kamara de Afrika Football United. Uh, coach, is ce que cette ce match nul là contre la France a les saveurs d'une victoire pour vous parce que la France a dominé la rencontre? Maar we voelen dit niet als een overwinning. Want ik denk dat Frankrijk uh, in de laatste fase van de wedstrijd ook het wel goed vond. Tuurlijk zijn ze een geweldig team. En dan is een punt is, uh, voor ons goed. Maar je wil altijd spelen om te winnen en de kansen creëren om calls te maken. Dat is er niet heel veel geweest. Dus ik denk dat zij ook tevreden zijn met het uh, resultaat. En dat zijn wij ook. Gewoon altijd Jochem Lippman van het ANP. Je wisselde Memphis door weghorst. Was dat wat jou meteen vast? Of heb je ook nog over nagedacht om misschien een aanval met snelheid voor de part te brengen? Nee, niet. Het uh, enige waar ik over nagedacht uh, had was uh, of Cody... Of Memphis eraf te halen voor Wout. Maar Cody was ook belangrijk qua lengte bij standaard situaties. Dus uh, vandaar die wissel. Ronald, uh, Valentijn-Drieser Telegraaf. Um, je hebt het over dat er uh, te weinig voetballend uitkwam. Had dat ook te maken met een zeker ontzag? Of dat Frankrijk misschien wel een beetje heel groot werd gemaakt? Want op het moment dat je ze wel onder druk kreeg, kreeg je ook toch wel wat kansen. En hoeveel vertrouwen hou jij in, in je eigen spelers? En hoe lang? Nou, ik begrijp de eerste vraag. Daar zal ik dan ook op antwoorden. Uh, het is altijd moeilijk als je tegen zo'n ploeg speelt. Want je wil voetballen, je wil lef zien. Maar je praat ook over waar je niet een bal kan of moet verliezen. En dat, dat is het moeilijke dat je zelf in een wedstrijd ziet. En daarnaar handelt. Wanneer wel, wanneer niet. Altijd met een instelling om, om te aanvallen. om kansen te creëren. En de tweede vraag begrijp ik eerlijk gezegd niet zo. Want hoe. Ja, maar. maar het, het is een elftal wat. wat moet groeien. wat. in heel veel opzichten. Minder is als Frankrijk. Als je al praat over onze middenveldbezetting, zijn er vijf middenvelds die er niet bij zijn. Dus daar kijk je ook naar. Dat is ook weer nieuw waar we mee spelen. Dus ik denk dat er genoeg redenen zijn om, om heel rustig met twee beentjes op de grond te, te staan. En blij zijn met dit resultaat. En zien dat er nog heel veel te verbeteren is als we echt. Willen meedoen. Dat is denk ik ook positief en, uh, en waar we van kunnen en moeten leren. En, en de volgende wedstrijd is weer anders, is een andere tegenstander. Dus dan verwacht je dat we dan beter zijn. Martijn Krabbe dan voetbal International. Ronald, als je ziet hoe jullie verdedigen. dan heb je natuurlijk altijd iets om op, op, op terug te vallen als, als team. Maar kun je het, het spel aan de bal, kun je dat eigenlijk nog ontwikkelen tijdens een toernooi? Nou, je kan natuurlijk dat verbeteren. Je kan ook, het ligt ook aan de keuzes. Hè? Want ook in de laatste fase had ik ook het gevoel dat Frankrijk het wel oké okay vond, de punt. Ja, dan zie je toch dat we een lange bal spelen. Of op het laatste moment dat we niet terugspelen, kiepen. Dan is de tijd over, toch weer de bal over de achterlijn spelen, weer teruglopen. Er zijn zoveel momenten. Memphis een keer, eerste helft, hè, op ons eigen, ver op onze eigen helft, door een bal te verliezen. Ja, Dat zijn allemaal momenten. Dan, dan, dat is niet goed, dat, dat mag niet. Maar dat gebeurt. Dus maar daar uh, kun je alleen over praten en beelden laten zien dat we daarin ons moeten verbeteren. En gelukkig is er nog heel wat te verbeteren. Want ja, we, we zijn niet dat we maar even Frankrijk van de mat spelen. Dat, uh, dat hebben jullie toch volgens mij ook niet verwacht.